Dankjewel. Ja, ga je gang. Dankjewel. Dames en heren, welkom. Een warm welkom namens heel PSV, bij PSV, in het Philips Stadion. En met name welkom in het nieuwe jaar 2013. Bijzonder jaar. Een jaar waar iedereen elkaar net al de beste wensen toewenst en er altijd nog iets bij wil wensen voor dit jaar. We weten allemaal wat we bedoelen. 1913, een eeuw geleden, PSV 100 jaar jong. En ook in 2013, bij het 100-jarig bestaan, hoort een nieuwjaarsreceptie. Eentje met verrassend veel nieuws deze keer. Zo is er een nieuwe sponsor. De Mandenmakersgroep. Met onder andere Mandenmakers Keukens. Welkom Ben, als nieuwe partner van PSV. Komt Philips met een nieuwe manier van stadion verlichten? Een topwedstrijd vraagt natuurlijk om topverlichting. Daarom zijn we nu ook druk bezig, hier in ons eigen Philips Stadion, met het testen van een uniek nieuw LED-verlichtingssysteem voor het veld. En presenteerde PSV het nieuwe jubileumshirt, waarin in het nieuwe jaar zal worden gespeeld. We staan er goed voor dit seizoen. Ik zou zeggen, van misschien kan je wel even een belofte doen richting Hidde. Nou, een belofte, die moet je nakomen. En ik ben inderdaad teruggekomen na 7 jaar in het buitenland om hier met PSV kampioen te worden. En wat is er mooier om in het eeuwfeest van PSV 100 jaar bestaan kampioen te worden. En na de uitgebreide presentatie van het shirt stond er nog een presentatie op het programma. Deze keer van nieuwe aanwinst Hylje Mark. We wisten dat deze speler op de call was. Maar we hebben daarnaast aangegeven wat wij ook wilden. Dus dit is een jongen echt voor de toekomst die al op hoog niveau gespeeld heeft. Kampioen van Zweden, wat ik zei, aanvoerder van onder 21. Dus een jongen al met veel kwaliteit, 20 jaar. Mm-hmm. En als je Zweden vraagt van als je echt het talent wil hebben, dan komen ze er allemaal wel bij hem uit. En als het aan trainer Dick Advocaat ligt, blijft het niet bij deze jonge Zweed. Ook Adam Maher is volgens de coach een welkome versterking. In zoverre werd er ook dat ik bij AZ aangegeven dat we geïnteresseerd zijn en waar we aan denken. En dat zij in eerste reactie hebben aangegeven hem niet te willen verkopen. Maar hebben jullie wel of niet een bod uitgebracht? Wij hebben duidelijk aangegeven wat wij willen. En dan praat je niet over sinaasappels, dan praat je over wat wij financieel zouden kunnen en willen. Nog even terug dan naar het nieuwe shirt van PSV. Want het shirt werd niet alleen officieel gepresenteerd vrijdagavond. Het ging ook in de verkoop. Ze hadden al veel gezegd, maar van alles en zo mooi. Ja, het is weer wel anders, die kleuren. Ik bedoel, mensen hebben een beetje lichtblauw, nu donkerblauw vind ik wel iets serieuzer. Dat mag ik wel na 100 jaar. Ik vind een mooie kleurencombinatie. En gewoon mooi. Mooi logo ook. Ja, dat is wel een mooi shirt. Maar ik wacht even met kopen nog. Het is nu nog te duur. Ja. Leuk. Ja, wat vind je er zo leuk aan? Dat weet ik niet. Ga je zelf ook een shirtje halen? Ja. En wie zet je dan achterop? Mertens. Het shirt werd in de fanshop aan de supporters getoond door de spelers van PSV. Onder andere Willems. Ja, het is natuurlijk een mooie shirt, vooral omdat we 100, omdat PSV dan 100 jaar bestaat. En het is heel anders dan rood. Eigenlijk dus ja. Zit hij ook een beetje lekker? Ja, hij zit aardig strak moet ik zeggen, maar het is alleen mooier toch? En Locadia. Ja, het zou mooi zijn als we het einde van het seizoen met een straal omhoog kunnen. Dus ja, het is gewoon ons best doen en meer kunnen we niet doen. 2013, het jaar waarin PSV 100 jaar bestaat en met een nieuw shirt en met nieuwe versterkingen op jacht kan gaan naar een nieuw kampioenschap.